telefoonnummer. En ik heb gebeld, er werd niet opgenomen. Het moest naar wie heb je gebeld? Naar jullie heb ik gebeld. Naar die nummer die ik had, heb ik gebeld. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar ik weet ook niet wat ik had moeten doen. Achteraan moeten rijden. Nou, in Apeldoorn kan een logeerhond het allemaal niet meer behappen. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? We willen gewoon een oplossing. Ik vind het schande. Dan zeg ik dat licht. Ik heb elk jaar geklaagd. Ik vind dat een regelrechte belediging. Ho, 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 ho. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Danielle Busink zou op het hondje van Bert Hazeleger passen. Maar nu voelt Bert zich aan het lijntje gehouden. Dit is Zenja, de hond van Bert en Willeke Hazeleger. Hij gaat altijd mee op vakantie, maar dit jaar hadden de Hazelegers andere plannen. Wij hebben besloten Zenja dit jaar niet mee te nemen. Omdat ja, we met de tent op vakantie gaan en dan is het erg onhandig om dan de hond bij je te hebben. Bert en Willeke komen via internet uit bij hondenliefhebster Danielle Busink uit Apeldoorn. Ik wilde deze zomer op honden gaan oppassen omdat ik op vakantie zou gaan. En ik denk extra zakcentje, dat leek me wel prettig. Bert spreekt af dat Zenja 3 weken bij Danielle komt logeren. Voor een totaalprijs van €75. De problemen beginnen al bij de eerste kennismaking. Hij ging ontzettend markeren, ontlasten en ja, plassen overal tegenaan. Dus, en daar zat Bert zelf al bij toen dat allemaal gebeurde. Maar poep en plas op het tapijt is niet het enige probleem. Tussen Zenja en de 2 teefjes van Danielle klikt het wel erg goed. Zenja die vond mijn hondjes wel aantrekkelijk en ja, continu erop. Of erop willen. En als teefjes niet loop zijn, dan gaan ze van zich afbijten. En dan wordt het dus vechten. En dan gaat het echt heel hard naartoe. Danielle durft de 3 honden overdag niet alleen te laten. Ze bindt Zenja vast op de binnenplaats onder toezicht van de buurt. Op dag 2 gaat dat mis. Zenja bijt buurjongen Martijn in zijn been. Martijn kwam hier binnen. Heel boos. Schreeuwen ook. En de broek was kapot, dat heb ik gezien. En er was een schram. Om de boel te sussen betaalt Danielle €50 van haar oppasgeld voor de kapotte broek. Onder grote druk van de buurt brengt ze Zenja al na 2 dagen naar een ander oppasadres. Tot ongenoegen van Bert. Ik heb haar €75 vooruit betaald voor die 3 weken. Eigenlijk ervan uitgaande dat het allemaal goed zou gaan. En ja, zij heeft eigenlijk van die 3 weken maar 2 dagen vol kunnen houden. Rijdende rechter. Danielle heeft maar 2 dagen op ons hondje gepast. En daarom willen we €50 terug. Ja, ik blijf het raar vinden. Ik heb op een hond gepast. Gewoon mijn best ervoor gedaan. Hij komt hier binnen. Hij dumpt de hond. Mijn hele tapijt is geruineerd. En nou wil hij €50 van mij. Dat vind ik belachelijk. Rijdende rechter. Bert krijgt geen cent van mij. Zijn hond Zenja heeft mijn hele tapijt verpest. En daarom eis ik een schadevergoeding. Maar ik betaal niet. U hebt Danielle uitgekozen omdat zij het goedkoopste was. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Dus, €25 in de week en dat stond mij wel aan. Ja, is dat inclusief eten en drinken? Nee, ik heb zelf alles, al het eten en dergelijke heb ik meegenomen naar, ja. Naar haar toe. Ja. Ja, maar vond u het ook niet heel erg goedkoop? Als je als een hondje naar een asiel brengt, hoe duur zou het dan zijn? Nou, ik heb later gehoord dat dat wel €7 per dag kan wezen. Ja, aanzienlijk meer geld. Ja. Maar goed, jij dacht, lekker meegenomen kan ik mijn vakantie verdienen. Ja, ik had ook geen idee wat voor prijs ik daar eigenlijk voor moest vragen. Had je het dus niet? Ik had zoiets van, nou, ik zet een advertentie en ik zie het wel wat de reacties erop. Ik denk, ja, je moet het maar kijken hoe het gaat. Hoor. Ja, dus. Nou ja, dat zien we nou hoe het gegaan is. Maar is het nog wel gelukt om die vakantie bij elkaar te verdienen? Nee, niet echt. Niet echt, hè, op deze manier. Maar goed, u hebt haar via Marktplaats gevonden? Ja. Ja. Iemand die je dus verder helemaal niet kent. Nee. Dat kan toch wel enige bevreemding wekken. Als je zo dol bent op je hond, dat je uitbesteedt aan iemand die je helemaal niet kent. Nou ja, dus, dat gezien de advent van dat ze een hondenliefhebster was. Dus toen is mijn man dus met de hond erheen gegaan en contact met haar gehad. Ja. En dat oogde gewoon goed. Goed.
Ja. Dus ja, dus als je gaat kijken, dan heb je al gauw een indruk van of het goed is of niet. Maar ik heb begrepen dat het meteen niet echt met die hond lekker ging. Nee, hij begon meteen eigenlijk te markeren. Dus markeren is overal... ja, het is een ongecastreerd reu, ja. Is het. Dus hij dus gaat meteen zijn territorium afbakenen. Ja. Ja. Dus dat vond ik niet zo heel prettig. Jij dacht niet van nou, als dit maar goed gaat. Nou, het was voor mij ook nieuw dat hij dat deed, want hij is bij ons thuis, is hij natuurlijk alleen. Ja, ja. En dan zit hij opeens twee vrouwtjes. En dan zit hij twee vrouwtjes. Dus hij ging inderdaad plassen. Dus ik had zoiets van, wat doet hij nou? Ja. Dat doet hij thuis helemaal niet. Maar dat was ook logisch achteraf. Nou ja, en toen daarna dan dat hij dan op de vloerbedekking poepte. Dat was, ja. Maar goed, hij zegt ze, nou, dat geeft niet, maak even schoon. Dus ze pakte een doekje en water. En maar hoe kwam het dan dat hij begon te poepen? Nou, hij moet elk jaar moet hij ontwormd worden. Mm-hmm. Dus wij hadden zoiets van, oh, dan gaan we hem wegbrengen. Maar dan wil je hem ook zo goed mogelijk afleveren natuurlijk. Toen zeg ik, goh, hoe lang is dat geleden dat we dat gedaan hebben? Ik zeg, nou weet je wat, dat doen we nu gelijk eventjes. Dan is dat in ieder geval gebeurd. Ja, niet bij nadenken natuurlijk dat hij daar dan ook van aan de diree kan raken natuurlijk. Maar ja, dat gebeurde. Dus hij was net ontwormd en meteen daarna hops. Ja, gelijk. Ondanks al dat die diarree had je er toch nog vertrouwen in. Ja, ik denk als het ontworming is, dan kan het nooit 3 weken lang duren. Nee, dat is waar. Dus het houdt op. Goed, maar ik begrijp dat Senja niet al die nachten bij jou heeft geslapen. Nee, hij heeft ook nog een nacht bij een buurjongen van mij doorgebracht. Gewoon omdat ik het eigenlijk eng vond. En wat was eng? Ja, die drie honden bij elkaar. Ja. En vooral als je slaapt, dan heb je er geen toezicht op. En mijn honden zaten zelf in een bench. Ja, het in wat? In een bench, een hondenhok, kooi. In hok, ja? Ja, en ik vond het gewoon zielig. Dus ik had aan Martijn gevraagd, goh, kan ik bij jou blijven? Ja, natuurlijk geen probleem. Ik denk, nou, dat is voor alle drie de honden toch het beste. Ja, en dat is die jongen die gebeten is. Ja. Goed, we gaan eens eventjes kijken naar de plaats waar het allemaal gebeurd is. Samen met maar liefst 2 deskundigen bijt meester Visser zich vast in de zaak. Hij onderzoekt niet alleen Senja's karakter, maar ook de poepvlek op Danielle's tapijt. Dag, hoe is het met u? Ja, helemaal goed. Ja. Ben je aan het rechter? Hallo. Ja. Willeke Hazeleger. Ik ben Bert Hazeleger. Oké. Okay. Goedemiddag. Dimitri wel niet. Hallo. 2 deskundigen vandaag. En dit is de hand. Hij heeft er zin in. En dat zijn 2 teefjes. Kijk, ze zien hem al. Oké, ik zie hier een touw liggen. Ja, daar zat hij mee vast. Zullen we het even voordoen? Hoe zat Senja vast? En de andere riem zat er al tussen. Zo, dus... Hij had iets meer lengte. Ja. Dus dan kon hij, als de mensen dan de trap op komen... Dan kon hij, ik zal maar zeggen, in de broekspijp bijten. Ja. En heb je dat gedaan? Heb je dat gedaan? Nou. Stel voor dat we even boven gaan kijken. Nog meer hondjes. Je moet niet op ze stappen. Oké. Wil je heel even je handen poepen? Dan kan ik hem even neerzetten. We gaan het hier even proberen. Dan ga ik even aan de kant. Maar ze doen het wel heel vriendelijk nu. Ja. En toen heeft Senja binnen wat gedaan. Ja, meteen al waar de eigenaar zo bij was. Dan gaan we nu meneer van het tapijt vragen. Dan heb ik begrepen dat het tapijt schoongemaakt is nadat de vervuiling is opgetreden. Ja, ik heb er van alles op gesmeerd. Van alles reinigen tot verbrezen. Om gewoon de stank er vanaf te komen. Ja. Is dat schoon te krijgen of... We moeten het tapijt helemaal reinigen, dan krijgen we kleurverschillen. Ho, dus de bedoeling is de hele kamer even reinigen? Ja. En we hadden 1 vlek. Ja, maar als ik deze vlek weg ga halen, krijgt u hier een hele mooie, schone vlek. Ja. U vast bedankt, ik zie u straks nog op de hoorzitting. Ja, dan gaan we nog een testje doen met de hond, heb ik begrepen. Doe mee. Nou, je hebt wel de ruimte. Zometeen komt er iemand inlopen. Die komt jullie even een hand geven, maakt verder geen contact met de hond. Gewoon even kijken hoe de hond daarop reageert. Ja. Oké. Okay. Dag. Onze broek is nog heel. Ja. We gaan nu inlopen met z'n tweeën tegelijk. Terwijl we ook wat lawaai gaan maken. En kijken hoe hij gaat reageren. Ja.
Oké, doe ik het nog een keer. Hallo. Hallo. Ja, toch? Of niet? Niet. Ben je niet bang? Hij is niet bang. Nee. Goed. Zelfs, zelfs een klein hondje krijg ik niet bang. Blauwe lijn. Ik heb voldoende gezien. Ik zie u straks terug op de hoorzitting. En dan gaan we over de zaak praten. Oké. Afgesproken? Tot straks. Ja. Ja, hij zat dus vastgebonden op de binnenplaats. Ja. Een beetje zielig, toch? Niet? Ja, heel zielig. Maar geen andere oplossing. Ik heb genoeg mensen ervoor gebeld om hem ergens anders onder te kunnen brengen. Maar het lukte dus, niet. Nee, en het was ook gewoon lekker weer. Dus het is ook niet dat het min 20 was en gewoon koud zielig. Het was toen die tijd wel 35 graden. Oh. Dus ja, en dan... Hittegolf. Ja, was toen die tijd, ja. Dus toen hadden wij wel zoiets van, goh, je had een beestje daar de hele tijd in die hit aan een touw. En ja, dan hadden we gewoon zoiets van, nou, daar vonden we niks. Nee. Maar er waren wel steeds mensen in de buurt. Ja, en er stond toen ook een zwembad en er waren schaduwplekjes en dat was wel echt goed voor de hond. Ja, je had wel je best gedaan om het onder de omstandigheden zo goed mogelijk nog te regelen. Ja. Ja. Heeft u vaak mensen gebeten, die Xenia, van jullie? Voor zover wij weten, niet. Nee. En het verbaast ons dan ook heel erg dat hij dan bij Martijn geslapen heeft een nachtje en dat hij dan de volgende dag bijt. Dat kan me naast niet voorstellen. Of hij moet zich heel erg bedreigd voelen. Ja, dat, dus daar hadden wij zoiets van, hè? Ja, het kan wel. Kijk, allemaal onbekende mensen voor de hond zelf. Het is op de binnenplaats. Nou, er zijn volgens mij 21 à 23 voordeuren. Dus er komt wel een stoep mensen langs. Ja. Dus ik denk gewoon, Xenia zal ook heus een dreiging gezien hebben in Martijn. Ja. En het is ook heel raar, maar ja. Maar ik bedoel, dat je andere mensen op je oppashond laat passen. Nee, niemand heeft op mijn oppashond gepast. Nee, maar goed, nou ja, dat je ze toch aan anderen overlaat. Nee, ook niet. Nou, je was toch weg toen? Ja, ik was een aantal uren weg. Maar ik had toen echt hulp nodig. En had iemand anders gezegd van, god, doe die hond maar 3 weken bij mij. Had ik het ook gedaan. Ja. Maar goed, je zat er op dat moment gewoon behoorlijk mee in je maag. Ja, ontzettend, ja. Ja, nee, maar ik kan me ook voorstellen, nou ja, goed, zegt u het maar. Wat vindt u dan van hoe zij dat heeft aangepakt? Want is dat toch een beetje, laten we zeggen, nou ja, naar andere mensen toe te schuiven dan? Ja, wij hadden het liefst gezien dat zij toen de problemen kwamen, dat ze ons gebeld had. Van, goh, het gaat niet helemaal niet, ik breng hem naar die ander en wat moet ik eraan doen? Dat heeft ze niet gedaan? Nee. Waarom heb je dat niet gedaan? Nou, ik ging vanuit hun op vakantie. Ik vraag ook als er problemen zijn, naar wie moet hij toe, een noodadres. Nou, dat adres had ik. Ik heb haar opgebeld en ik dacht dat het een vriendin was, zoals mij gezegd is. En zij zegt, ja, breng de hond maar hierheen. Ik denk, nou, dat is dan opgelost. Ja. Ik denk, aan bed spreek ik wel weer vanzelf. Zij dacht dat het een vriendin van jullie was, maar dat was dus niet zo. Ja, waar die hond uiteindelijk naartoe gaat. Nee, nou ja, goed, ik heb gezegd van ik heb een alternatief adres en dat is Mirjam en die woont in Den Dolder en dit is het telefoonnummer. Ja, en waar hadden jullie die dan vandaan? Dat was een adres ook van Marktplaats. Ook van Marktplaats? Ik had er twee. Ja. En dus ik kon kiezen. Ja, in de tijd kon je kiezen tussen dat adres en dit adres. En toen heb je dit genomen dat dit goedkoper was. Ja, dat is een stuk goedkoper, ja. Maar goed, uiteindelijk is hij dus wel weer die duurdere weer terechtgekomen. Ja, het is een dure vakantie geworden. Maar goed, jullie willen weten hoe het juridisch zit. Ja. Daarvoor gaan wij nu even naar de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting onderzoekmeester Visser of Xenia als een hond behandeld is. Welkom, we zijn hier in Apeldoorn en aan de orde is de zaak van de familie Hazeleger tegen mevrouw Bussink. Ja, dat gaat allemaal over Xenia. Klein hondje, maar omschreven als pittig. Zomer 2006. U ging lekker op vakantie. Woensdag kwam die hond. De eerste nacht. Ja, dat werkte niet met mijn twee teefjes. Die hond wilde er gewoon continu op. En, Xenia kon de luxe niet aan. Nee, die had te veel voor het kiezen. En toen? Nou, 's morgens, ik durfde niet naar mijn werk en die honden alleen achter te laten. En toen heeft u de hond buiten vastgebonden. Ja. Toen werd het donderdagavond en toen heeft hij niet geslapen bij u. Nee, toen heeft hij bij Martijn geslapen. Martijn Rikkers. Dus u was thuis en bij uw eigen honden. Ja. En Xenia, die was bij Martijn. En toen heeft u niks gedaan. Nee, dat is wel waar. Die alleen is en rustig, dan is er eigenlijk niks aan de hand en... Ik moet ook zeggen dat hij later op de avond kwam, dus hij en ik ging ook eigenlijk slapen, dus het is eigenlijk een pure overnachting geweest. Oké, dus vrijdag komt die hond terug bij u, maar u moest weer naar uw werk. Ja. Dus toen de hond weer vastgebonden? Ja, maar Martijn had vakantie, dus die zou er ook gewoon bij blijven.
En toen? Want uiteindelijk gebeurt er wat. Ja, op een gegeven moment toen hing die gewoon iets boven mijn knie in een broek als het ware. Het was een soort lichte linnen broek en die scheurde gewoon. Wat een agressie opeens. Ja, dat is inderdaad wel zo. U heeft zich 50 euro laten uitbetalen als schadevergoeding. Kijk, het ging natuurlijk ook een beetje om principe en de broek was nieuw. En, die 50 euro, die is echt bij u gekomen? Die is bij mij gekomen en inmiddels weer uitgegeven. Aan een nieuwe broek. Aan een nieuwe broek? Ja. Oké. Mevrouw Anita Hesseling van Gouds Hondenschool in Zwolle. U heeft Senja aan een korte gedragstest onderworpen. Hij was niet bang te krijgen, maar... Nou, Senja is een hele open hond. Komt heel stabiel over in die zin dat op het moment dat je de druk op gaat leggen en er gebeurt veel in zijn omgeving, dan gaat hij blaffen, dan reageert hij, dan is hij meteen alert en ziet van alles gebeuren. En we kunnen ons voorstellen, als een hond buiten gelegd wordt, er gebeurt van alles. Het is een plein waar iedereen in en uit komt. Het was in de warmste periode van de zomer. Dan een plek waar je helemaal vreemd bent als hond zijnde, waar mensen inkomen, uitgaan. Kortom, heel veel indrukken waardoor een hond zich opliert en dat op een gegeven moment escaleert in een incident. Hij had het gewoon gehad misschien? Nou ja, dat zou ik me iets meer voor kunnen stellen. Ja, wat voor u een verrassing? We hadden nooit iets gedaan. Dat hij bijt? Nee. Ik vind echt, toen ik dat hoorde, we denken van nou, dat doe je toch niet met die hitte, zo'n hond. De hele dag daar buiten neerleggen. Dan had ze ons moeten bellen. Ja, zij had na één dag had zij al door dat het niet klikte met haar honden. Ze had het nummer van mijn man. Dan denk ik, bel op. En dan had je even kunnen overleggen. En met die broek net zo. De vraag is eigenlijk, toen het niet ging met de hond, waarom niet even gebeld naar die familie? Ik had een noodtelefoonnummer. Er werd mij ook gezegd, als het niet gaat, bel daar naartoe. En ik heb gebeld, er werd niet opgenomen. Het moest naar wie heb je gebeld? Naar jullie heb ik gebeld. Naar die nummer die ik had, heb ik gebeld. Oké. Kijk, als jullie druk bezig zijn op vakantie, ik denk ook aan mijn telefoon. Ja, maar jij wist dat we op vakantie waren. Ja, maar dat is dus de verklaring dat ze niet gebeld hebben. Ja, zou kunnen. Ik heb één keer gebeld, er werd niet opgenomen. Maar wat had ze dan moeten doen? Ja, ik weet ook niet wat ik had moeten doen. Achteraan moeten rijden. Wat? Nou, ik vind dit nou raar. Nee, maar goed, kijk waar. Nee. Waar het uiteindelijk om gaat is dat ze... Is dat zij met een hondje zit wat niet gaat? Nou, de vraag is natuurlijk van wie is er verantwoordelijk voor die broek? Uiteindelijk, want als Senja daar op dat plaatsje zit, ja, dan kun je je afvragen van wat is de oorzaak van het feit dat hij aangevallen heeft? Is dat dan mijn verantwoording? Ja. Ik besteed hem uit. Nou ja, kijk, de wet gaat ervan uit dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor door het dier aangerichte schade. Aan de andere kant... U bent, ja dat heet dan zo juridisch, bewaarnemer van de hond, als u de hond in pension neemt. De bewaarnemer moet bij bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht nemen. Kortom, wat meneer eigenlijk bedoelt te zeggen, is dat u niet goed voor de hond gezorgd heeft. Dat daardoor de schade is ontstaan. Ja. Ook al zat hij bij mij binnen en hij had iemand gebeten, heb ik hem dan wel goed bewaard? Want beneden was hij ook goed bewaard. Ja. Maar goed, u wilde 50 euro terug en was de zaak begonnen... En en mevrouw Busink die kwam met de tegenvordering. Haar tapijt, uw hond heeft erop gepoept. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook inderdaad gebeurd. En nou, daar baal je natuurlijk van, dat vind je ook heel erg vervelend. Ik wilde eigenlijk nog een grapje maken van, goh, die vloerbedekking heeft nog dezelfde kleur ook. Maar dat hield ik in. Maar in ieder geval... Daar kun je over twisten. In de bond staat dat het de kleur... Kamel is. Okay. Een hele donkere kameel. De donkerste kameel die ze konden vinden bij de niet naam te noemen firma. Ja, ik hoef het kan het wetsartikel weer voorlezen, maar daar bent u voor aansprakelijk. Want we hebben nog een deskundige, meneer Dimitri van Vliet, professioneel tapijtreiniger. De vlek, is die eruit te krijgen? De vlek is technisch gezien eruit te krijgen, ja. Vertel eens, hoeveel gaat dat geintje kosten? Om en bij 200 euro. 200 euro? Nieuw kostte het 267 euro en 93 cent. Ja, om even 200 euro te laten reinigen. Ja, dat is, beter nieuw tapijt. Beter nieuw tapijt nemen, ja. Goed, de hond heeft het overleefd. Martijn Rikkers heeft het overleefd. Dan sluit ik de hoorzitting. En dan zal ik binnen niet al te lange tijd uitspraak doen in de studio in Hilversum. Dan zie ik u graag terug. Ja. Ja, dat is, gaat het om die oppasdagen of gaat het om de verantwoordelijkheden? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Het ging ons er gewoon om, van dat wij wilden weten van, zij past op, ze heeft hem 2 dagen.
En dan gebeurt er wat en dan wordt dat opperschild eigenlijk wat dat geld is voor 3 weken. Mm-hmm. Dat hebben zij dus zo uitbesteed. Dus daarom hadden wij zoiets van wij willen die 50 euro terug. Daar ging het eigenlijk om. Daar ging het eigenlijk om. Maar ze zei nee, ik heb die 50 euro heb ik aan die Martijn gegeven. Aan de broek. Ik denk verdorie, eigenlijk had ik contact met die man moeten hebben. Want in feite is het mijn pakje Jan dan. En die schade aan Martijn zijn broek. Ja. Dat had ik in feite met Martijn. Ja, ja, dus dat die 50 euro die had ze dus terug moeten geven. En hadden jullie die 50 euro weer aan Martijn gegeven? Nee, maar dan had ik met Martijn gekeken van joh, wat is er aan de hand? Ja. En hoe ver ben ik daar dan voor verzekerd? Of kunnen we dat samen regelen? Dat is dan maar tussen mij en hem. Oké. Maar toen zijn jullie er niet uitgekomen. Nee, toen zijn we anders zouden jullie hier niet zitten. Nou, het was niet eens een discussie eigenlijk. Het was gewoon, jij vindt dit, ik vind dit. Ja. Dus En nu toen dacht je, nou, maar dan wil ik ook geld zien. Ja, want ik kreeg een hele waslijst met wat ik al moest betalen. Nou, dat ging mij dus te ver. Dus ik zei, dan mag je mijn nieuwe vloerbedekking doen. Ja. Zullen we maar eens naar de uitspraak gaan? Voor we naar de uitspraak gaan, nog even dit. Heeft u ook een tegenpartij die door de rechter moet worden teruggefloten? Dan kunt u bellen met 0900-1301. En dan nu de uitspraak. Krijgt Bert zijn vooruitbetaalde oppasgeld terug? Of zit Danielle straks met haar hondjes Luna en Chanel op een fonkelnieuw tapijtje? Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak van de familie Hazenleger tegen mevrouw Busink. Ja, ik had het u al uitgelegd. Volgens de wet is de bezitter van een dier altijd aansprakelijk voor de door dat dier aangerichte schade. En we spreken dan van een risicoaansprakelijkheid. Het doet dus niet ter zake of het baasje er wat aan kon doen. Zo ook hier. Het was de hond van de familie Hazenleger die het tapijt bij Busink onderpoepte. Notabene in het bijzijn van het baasje zelf. En dat betekent dat Hazenleger die tapijtschade moet vergoeden. Ik zal die schade in redelijkheid vaststellen op een bedrag van 100 euro. Dus toch een gebruikt tapijt en goed. Dus dat moet u alvast gaan betalen. Even saldo bijhouden. Want ik kom nu aan de bijtschade. Aan de broek van Martijn Rikkers. Dat ligt ietsjes anders. Natuurlijk, volgens de hoofdregel had Rikkers recht op schadevergoeding van Hazenleger. Want het was hun hond die had gebeten. Maar Hazenleger op zijn beurt had dan weer verhaal kunnen nemen op Busink, die naar mijn oordeel immers de hond niet zo op het pleintje had mogen achterlaten. Ze heeft, zoals het heet, onvoldoende toezicht gehouden. En daardoor is de toch al gestreste hond uiteindelijk zo over zijn toeren geraakt dat hij is gaan bijten. Die 50 euro komen dus voor Busink. Nou, dan moeten we even gaan rekenen. Samenvattend moet Hazenleger 100 euro aan Busink betalen. En moet Busink 50 euro aan Hazenleger betalen. En als het goed is, blijft er dus 50 euro over. En die moet Hazenleger aan Busink betalen. Ik hoop dat u het nog kunt volgen. Maar waar het op neerkwam is dat Hazenleger wilde aanvankelijk 50 euro van Busink. Maar de uitslag is dus dat het omgekeerd is. Dat u die 50 euro aan haar moet gaan betalen. Nou, dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Ja, bent u toch een beetje tevreden omdat er in ieder geval geconstateerd is dat ze niet goed heeft opgepast? Ja, op zich ben ik wel tevreden met de uitspraak. Ja, ik vind dat het is denk ik voor alle hondenbezitters denk ik een waarschuwing van ja, hoe ga je met zulke soort dingen om? Ja, inderdaad. Dat je hond zomaar wat dat betreft uitbesteedt. Ja. Dus. Maar goed, ik zag jou ook bepaald vrolijk kijken. Ja, ik ben zeker tevreden. Ik vond het een principe kwestie. Ik heb dit gewoon gewonnen voor mijn gevoel. Voor je gevoel. Ja. Oké, en je blijft op honden oppassen? Nee, dat nooit meer. Nee hoor, echt niet. Ik heb er 2 en ik doe het nooit meer. Goed, gewoon iets anders zoeken. Ja, ik ga een andere hobby zoeken. Goed, ik ben blij dat de kwestie is opgelost. U hartelijk dank voor het komen. Gefeliciteerd. U ook een beetje gefeliciteerd. U bedankt voor het kijken. Tot ziens. Ja. Deze zomer ruk ik weer uit als vakantierechter om al uw vakantieleed te behandelen. Bel 0900 1301 of mail naar vakantierechter@idtv.nl. Let op, verzamel wel zoveel mogelijk bewijs, liefst op video. Ik merk het gewoon dat mensen vaak de situatie anders beleven dan dat de cijfers in werkelijkheid uitwijzen. Ja. Maar dat hek is hem binnen 2 jaar 6 keer om. Dat zit niet tussen hun oren. Nee. In het pittoreske Hattem zit een ongeluk in een klein hoekje.
Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? We willen gewoon een oplossing. Ik vind het schande. Dan zeg ik dat lieg je. Ik heb elk jaar geklaagd. Ik vind dat een regelrechte belediging. Ho, 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 ho. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Tot voor kort konden de familie Kinket en de gemeente Hattem goed met elkaar door de bocht. Maar dat verandert wanneer de gemeente een nieuwe weg inslaat. Hattem onder de rook van Zwolle. 10 jaar geleden kopen Ger en Henry Kinket hier hun huis aan de drukke weg De Hoge Kamp. Wij wisten dat het gewoon een drukke straat was. Dus ik zei ja, we komen er zelf ook door en een beetje drukte om het huis, daar heb ik geen probleem mee. Maar de gemeente Hattem vindt De Hoge Kamp te druk. De Hoge Kamp wordt door het verkeer gebruikt als doorgaande route. En omdat die doorgaande route juist is gelegen in een woonwijk, hebben wij toch de indruk dat we daar sterk verbeteringen moesten aanbrengen. Vandaar ook dat wij daar het verkeersluw willen maken. Begin 2004 neemt de gemeente De Hoge Kamp op de schop om het vrachtverkeer er weg te krijgen. Er komen drempels en borden in de straat. En dat is niet het enige. We hebben de straat wat minder breed gemaakt. En ook de bocht bij de familie Kinket is wat minder breed gemaakt. Zodat daardoor de zaak ook fysiek meer een 30 kilometer straat is geworden. Maar het vrachtverkeer laat zich niet ontmoedigen. Het blijft koppig door De Hoge Kamp rijden. Alleen kan het nu de bocht niet meer nemen. Met desastreuze gevolgen voor het hek van de familie Kinket. Het hek wordt continu aangereden. Er komen zulke grote trailers, de grootste die je maar bedenken kunt. Die komen hier om de hoek en dan rijden ze zich vast. En dan steken ze 2 keer en dan zitten ze helemaal vast. Dus dan denken ze, ja, neem het hek maar en dan gas erop, hè, en wegwezen. Als het hek binnen 2 jaar meer dan 10 keer omver wordt gereden, is de maat voor het echtpaar Kinket vol. Ze schrijven de gemeente aan. Het probleem is even van wie moet dat nu gaan betalen? Wat kunnen we eraan doen met z'n allen? En wat wordt er gezegd? Er wordt gezegd, verhaal het maar bij de vrachtwagenchauffeur. Het is natuurlijk zo dat degene die de schade veroorzaakt in eerste instantie natuurlijk dat zou moeten betalen. En dat is de vrachtwagenchauffeur of het vervoerbedrijf. Ik baal hiervan, van de hele situatie. De volgende keer als ze er tegenaan rijden, nou, dan is het toch niet zo dus dat wij zelf die schade weer moeten gaan betalen. Rijdende rechter, wij zijn het zat. Dat ons hek aan God wordt gereden. De gemeente moet hier iets aan doen. En tot die tijd opdraaien voor de kosten. Rijdende rechter, ik ben van mening dat de vrachtwagenchauffeur, dan wel de vervoerder, aansprakelijk is voor de schade die is aangebracht. En dat de gemeente daar niet verantwoordelijk voor is. Nou, hartelijk welkom. Hoe vaak is het hek al kapot gereden, mevrouw? 10 keer. 10 keer? 10 keer. 3 keer is het verhaald op de verzekering. Ja. En na de hand hebben we het maar laten hangen. Ja, want hoeveel kost dat om dat te laten repareren? Nou, het zit ongeveer op, het staat nu op 1180 euro. 1180 euro? Ja, het is al een keer 700 geweest en 800. Ja, oké. Okay. Nou ja, laten we zeggen gemiddeld zo 1000 euro. Ja. U zegt 3 keer heeft de verzekering het betaald en de andere keer hebt u het zelf betaald? Nee, want toen hebben we het laten hangen. U had het gewoon laten hangen? Ja. Nou, de laatste keer dus dat het gerepareerd was, toen heb ik de gemeente aansprakelijk gesteld ervoor. Ja. Want hoe komt het dat daar zoveel vrachtwagens doorheen gaan? Industrieterreintjes aan de andere kant. Is het een industrieterrein? En van de A5. Ja, maar goed, dat vond de gemeente dus ook wel een onwenselijke situatie. Ja. Al dat vrachtverkeer door die woonwijk. Zeker, en zeker met de komst van de TomTom. Maar hoezo met de komst van de TomTom? Want die TomTom die leidde de vrachtwagens door het woongebied. Ja. En daarom hebben we daar ook aan het begin van het woongebied borden geplaatst voor vrachtwagens. Van jullie moeten rechtdoor, doorgaand verkeer voor vrachtverkeer. We hebben ook aangegeven dat industrieterrein moet u rechtdoor en niet rechtsaf een woongebied in waar ook nog een 30 kilometer gebied dat hebt u met borden aangegeven? Hebben wij met borden aangegeven. Maar goed, als die TomTom zegt u moet hier rechtsaf, dan gaan ze net zo goed nog rechtsaf. Ja. Dat dus dat helpt geen zier, die borden. Dat is het probleem. We hebben 8 jaar hebben we in feite dus nog geen problemen gehad. We kregen de reconstructie, want wij dachten eerst, nou dat is geweldig hè. Maar toen kwam het. Dus toen begonnen de feiten. Dus dat die vrachtauto's, die grote auto's, die konden er niet meer door. Nee. En dat zijn de grootste vrachtwagens die er zijn. En die rijden ons hek ook continu kapot. Ja.
Maar we werden gewoon van de kastje naar de muur gestuurd of we werden niet gehoord. En dan werd er ook gezegd, ja, er is een bedrijf geweest, die heeft dat uitgezocht. En dan moeten we het maar gewoon mee doen. Ja, maar kijk, wij als gemeente vragen natuurlijk ook dit soort adviezen. En wij krijgen ook de adviezen om die inrichtingen zo te doen zoals wij het doen. Daar zijn bureaus voor die dat ons ook vertellen. En wij kijken of dat ter plaatse past. Dat hebben we ook op de Hogenkamp gedaan. Dat kan nog beter op de Hogenkamp. Maar was die straat voor die aanpassingen eigenlijk gevaarlijk, meneer Teube? Het was een straat die op zich niet gevaarlijk is in de zin dat daar echt gevaarlijke dingen gebeurden. Het was wel een straat die erg druk is. En een straat die door een woonwijk loopt. En dat was nou juist het punt. Wij wilden die woonwijk toch verkeersluw maken. En daardoor ook maatregelen treffen, zodat je daar ook prettig kunt wonen. Ja. En hoeveel van die vrachtwagens gaan er per dag doorheen? Nou, er gaan er 180 per week door. Ja, nou, dat vind ik nogal wat. Maar goed, ik heb toch het idee, kijk, de gemeente, hoe goed bedoeld ook, heeft een hoop geld uitgegeven. En eigenlijk voor niks. Toch een soort geldverspilling. Nee, dat ben ik niet met u eens. Nee? Maar kijk, als u nou zich voorstelt hoe het voor hen is. Ja. Dat er worden maatregelen genomen door de gemeente. Ja. De bedoeling is om er minder vrachtwagens te laten rijden. Ja. Dat gebeurt niet. Alleen de vrachtwagens rijden alleen maar daarna hun nek kapot. Dat klopt, maar het is ook een keuze. Hè? Dan denk je toch van ja, dat heeft geen zin gehad. Nee. Het heeft helemaal niks geholpen, het heeft de boel alleen maar erger gemaakt. Nou, ik ben dat dus niet met u eens, omdat je wilt de straat veiliger, duurzaam veilig maken. Dat is ook een beleid wat de Rijksoverheid voorstaat. Ik ben wel van de goede bedoelingen overtuigd, maar ik denk dat het effect gewoon anders is dan u had verwacht en gehoopt. Ik denk dat het effect is geweest. Als ik hem zo hoor dan tenminste. Dat er op zich de straat is veiliger in de zin van er gebeuren weinig ongelukken. Dat er te veel verkeer doorgaat, ben ik met u eens. De weg naar de hel is geparfijt met goede bedoelingen. Hè? Dat is een hele mooie uitspraak. We gaan eens eventjes kijken naar de plek des onheils. Terwijl de hele buurt uitloopt om de schade op te nemen, bekijkt meester Visser het kapotgereden hek van een andere kant. Dag. Gekkie Kip. Dit is Hallemans. Welkom. Goeiedag, Luc Turbe. Wethouder. Nou, deze bocht, dat ging makkelijk. Dat is inderdaad geen probleem. Dat is een hek. Ja. Nou, wat een drukte is het hier. Het is, Laat me even naar het hek gaan kijken dan. Nou, dat hebben ze lekker voor elkaar. Ja, dat... Kijk, weet je wat het is? Het gaat ook hier vanaf. Van hier pakt hij hem. Hier pakken ze hem en hier kunt u, zien dat ze hier overheen zitten. En dan pakken ze dat hele zaakje mee. Met een achtertrein, met een achterwielen. Kortom, ze kunnen de bocht niet in één keer maken. Ze kunnen het heel moeilijk maken. Nou, als het goed is heb ik een vrachtwagen. We gaan even een proefondervindelijk een rondje rijden. En kijken of die hem kan maken, die hoek. De bedoeling is dat wij die hoek gaan nemen en het zou heel prettig zijn als we dat hek heel kunnen laten. Kunt u het in één keer? Kijk, ik zit helemaal bij de stoep. Ja. Maar het kan dus. Weet je wat? Dan ga ik er nu uit. En zou ik u willen vragen of u het nog een keer kunt doen, dat bochtje. En dan kan ik even buiten kijken. Tot straks, hè? Ja, nou. Hebben we gezien. Was het probleem. Het ging lekker. Het was even lastig, maar. Ja. Hier is wel kritisch. Kijk. Die haalt die plek niet. Die haalt die? Nou? Nee, hij haalt niet. Nee, maar kijk eens. Ja. Hij gaat over de stoep. Oh, nu komt het. Nou ja, denk ik. Kijk, er zat ook een fiets achter natuurlijk. En hij moest overal op letten. Dus het is niet altijd goed uit te kienen. Ik heb het hier allemaal gezien. Ik zie u straks terug hier in Hattem. En dan gaan we de zaak verder bespreken. Ja? Okay. Tot straks. Doen we. Nou, ja, wat vond u ervan, Teube? Ja, het is natuurlijk een hele moeilijke bocht.
En ik begrijp ook niet dat dit soort vrachtwagens deze route kiezen. Echt een woongebied inrijden, waar dus duidelijk een 30 kilometer bord staat, waar een woonerf staat. Ja. Ja, ik weet het niet, ik ben geen vrachtwagenchauffeur, maar nee. Ik denk toch dat deze mensen zich moeten realiseren dat ze met dit soort combinaties niet in dit soort straten horen te rijden. Zeker niet als ze daar niet horen te zijn. Ja. Hey, kijk, als er een huiswagen langskomt, dan kom je daar niet onderuit natuurlijk. Nee, maar ja, ze doen het. Ja. En u vindt, geloof ik, dat de schade maar verhaald zou moeten worden op de vrachtwagenchauffeurs. Hoe moeten zij dat doen? Hebt u het wel eens geprobeerd, mevrouw? Jawel. Mijn man is er een keer midden in de nacht is die achter een vrachtwagenchauffeur aangegaan. En die heeft hij gepakt bij de afrit van de A50. Die vrachtwagenchauffeur stond zijn schade op te nemen. Je had zoveel schade dat hij in feite verder kon. Aan zijn auto. Aan zijn auto, ja. Ja, we hebben hem gevat. We zijn ervoor gaan staan. We hebben de politie gebeld en die is gekomen. Die heeft een verbaal opgemaakt ten opzichte van doorrijden van door schade. Maar ja. Dat betekent dus eigenlijk dat u voortdurend achter de vrachtwagenchauffeurs aan zou moeten rijden? Ja, mevrouw heeft een stoeltje, die gaat daar zitten en die kijkt de hele dag van, nu gebeurt het. Ja, 's ochtends om 6 uur, want dan rijden ze al. Ja. Dus dan tot midden in de nacht zet ik. Ja. En dan kan ik mijn schade verhalen dus bij de vrachtwagenchauffeurs. Ja. Ja, zo simplistisch denkt de gemeente. Oké, u zegt zo simplistisch denkt de gemeente. Nou. Nee, van enig simplisme is geen sprake. Ik vind het ook een bijzonder vervelende situatie, laat dat duidelijk zijn. Ja, u bent hier ook gekomen. En het is ook niet zo dat wij nou denken van de familie Kinkert, zoek het maar uit. Nee, we hebben dit ook heel duidelijk met elkaar. Nou, sorry hoor. Nee, maar nu moet u mij even laten uitspraken. We hebben dat heel duidelijk met elkaar ook gezegd van jongens, die situatie op de Hoge Kamp moet beter. Maar u moet zich wel realiseren dat als we bij u een oplossing bij u creëren, dat we de oplossing, of dat we het probleem weer naar een andere straat verhuizen. En Hattem is een kleine gemeente om een klein stuk grondgebied, een prachtige gemeente overigens. Ja, mooi stadhuis. Ja, ik hoop dat u het kent. En anders moet u een keer langskomen. Maar het is een prachtige gemeente op een klein stuk grondgebied met een beperkt wegennet. En op dat wegennet moeten we het met z'n allen doen. Ja. En dat is toch. Kunt u zich voorstellen dat de familie Kinkert u aansprakelijk stelt, zo langzamerhand? Nou, ik kan me voorstellen dat de familie Kinkert goed zat is. Dat als het zo vaak gebeurt, dat je dan te lange lessen denkt van wat moet ik er nu mee? En dat je dan een keer naar de gemeente toestapt. Dat kan ik me ook nog voorstellen. Maar ik denk ook dat de familie zich moet realiseren dat wij als gemeente voor dit soort zaken niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Want stel dat ik door een rood licht rijd en ik veroorzaak schade, dan kan degene die schade geleden heeft niet naar de gemeente toe gaan en zeggen van betaal jij maar. Dit is een andere, hele andere kwestie. We zullen zien hoe het zit. We gaan naar de hoorzitting. De familie Kinkert is niet kapot van de aanpassingen aan de Hoge Kamp. Het hek daarentegen wel. De situatie terugdraaien past niet in het straatje van de gemeente. Welkom, we zijn hier in de stad Hattem en aan de orde is de zaak van de familie Kinkert tegen de gemeente Hattem, vertegenwoordigd door wethouder Teube. We hebben uitgenodigd meneer Salomons, onze vaste verkeersdeskundige, als ik het zo mag uitdrukken. Ik wilde eigenlijk u vragen of u kunt zeggen wat hier eigenlijk aan de hand is. Dat wil ik graag doen. Het autoverkeer wat bestemming Hattem heeft, dat kan vanaf de A50... de verbinding volgen die op deze kaart is aangegeven in groen. U ziet dat een zodanig omrijroute betekent dat men de verleiding niet weerstaat en de kortste route neemt, wat tot problemen leidt in de betreffende wijk. Want dan komen ze bij deze familie voorbij, over de Hoge Kamp. Precies. En u bent de enige in de straat die schade heeft? Ja, op dit moment wel. Hoe vaak is dat hek nou omvergereden? We hebben het 3 keer bij de verzekering aangegeven. En ze zijn nu wel 7, 8 keer, ze hebben er niet in gezeten hoor. Ja, maar nu maakt het niet uit, het is toch stuk. Nee, maar, het is stuk, dus een karamelaar. Ik kijk even naar meneer Salomons, want het zoals het nu is ingericht voor een 30 kilometer zone, heeft de gemeente netjes gedaan, begrijp ik? Ja, ik denk dat hier ook weer sprake is van een spanningsveld. Enerzijds de inrichting van een 30 kilometer gebied behoort zo te zijn dat een weggebruiker zich aanpast aan de omgeving. Hmm. Anderzijds, je krijgt hier verkeer wat daar niet in past. Maar kort samengevat, de huidige inrichting en een feitelijke route gebruikt voor doorgaand vrachtwagenverkeer, dat gaat niet. Dat is geen goede combinatie. Nee. Als je weg weer in een oude situatie teruggebracht werd, dan kunnen ze in feite beter de bocht krijgen. Ja. En als ze die bocht goed kunnen nemen, dan is er geen probleem. Kortom, u zegt, geef mij de straat terug die er zoals die er was toen ik er kwam wonen. En dan laat die vrachtwagens maar rijden. Ja, maar hebben wij geen schade. Nee. Daar komt het gewoon. U zit niet aan met de rinkelende kopjes binnen als we voorbij komen? Nee, zover is het niet hoor. Ja, ik heb hier de ABC hekwerk. Die gaat het allemaal maken voor u. Voor €1180,96. Ja.
Nou, als de gemeente het even betaalt, dan is het probleem hier opgelost. En... Ja, dan neemt u de binnenbocht. En ik denk dat. Maar ik wil graag nog even reageren op wat meneer Kikker zojuist zei. Van, als de straat weer breder wordt gemaakt, dan is het probleem opgelost. Geef ons de straat terug van toen die was. Ja. Ik denk dat dat het paard achter de wagen spannen is. En wij werken op dit moment als gemeente aan een meer duurzame en een veiligere oplossing. Maar we moeten niet, denk ik, de zaak weer omdraaien, want het is echt het paard achter de wagen spannen. Nee, maar nu is het zo, sorry hoor, maar ik val u in de reden. Nu brengt u in feite de schades die eruit voortkomen naar de burger. Nee, dat doen we niet. Ja, ja, nee, dat vind ik een beetje wel. De gemeente die heeft in feite zorg gedragen dus dat hergestructureerd werd. Wij zitten nu met de schades regelmatig. En dat is gewoon bewezen. Na 2 jaar terug, dus toen dat gebeurd is, hebben we regelmatig schade. Als een vrachtwagen een bord ziet staan dat hij een 30 kilometer gebied ingaat, zou die dus moeten nadenken en zou de chauffeur moeten denken van, daar hoor ik niet. Die horen daar niet thuis. Ik denk dat dat in de opleiding van een vrachtwagenchauffeur thuis hoort. Die moet dan de route kiezen die ook aangegeven wordt ter plekke. Wij hebben ter plekke een aantal borden neergezet. Doorgaand verkeer, rechtdoor. En toch gaan ze rechtsaf. Hoe zal het komen? Ja, maar dat zijn Spanjaarden. Portugezen komen er langs. Er zijn Italiaanse vrachtwagens. Er zijn Poolse vrachtwagens. Ja, sorry hoor, maar... Hoe zou het komen dat die allemaal die wegnemen? Als u de krant van de laatste dagen gelezen heeft, dan is er alles te doen om de navigatiesystemen. Ja. En die zeggen inderdaad rechtsaf, die gebruiken nog wel kleinere steegjes om rechtsaf te gaan. Ja. Maar ik vind het een verantwoordelijkheid van een vrachtwagenchauffeur om te zien wat hij ziet. En dan ziet hij dat hij een woongebied ingaat en dan hoor je daar met zo'n combinatie niet thuis. Ja, ja, maar het is wel dus makkelijk gezegd. We hebben hier aanwezig de meneer van de rijschool die mij net heeft meegenomen. Ja, u heeft nu vandaag die bocht een paar keer genomen. Ja. Het is te doen? Nou, eigenlijk niet. Want ik heb dus een trailer. U kon het? Ja, maar ik heb de eerste keer toen u erbij in zat, heb ik aan de voorkant, zit ik met mijn wielen precies tegen de stoeprand aan. De tweede keer heb ik er aan de achterkant tegenaan gezet. En de derde keer heb ik ze allebei geraakt. Mm-hmm. Ik heb hier een chauffeur naast me zitten. Die heeft dus een trailer, die is 2 meter langer. Ja. En die gaat nog iets verder binnen door. En nou kijk, en hoe moet dat dan? Als u daar uitkomt? Ik kom er helemaal niet meer. Vroeger kwam ik elke dag er bijna langs met de vrachtwagen. Ja. Toen had ik er een van 18 meter lang. En dan kwam je voorbij? En ruimte genoeg, dat was makkelijk. Maar zoals nu, ik heb nog wel eens een paar uur pauze tussen de ritten in. Mm-hmm. En dan ga ik meestal even naar huis koffie drinken. Maar dat kan ik tegenwoordig niet meer, want ik kan daar niet langs meer met de vrachtwagen. Maar nou iemand uit Polen, Italië, noemen ze allemaal, kortom, ja, die kent de weg niet. Die man die weet het niet. En die staat daar, wat dan? Ja. En dat lukt niet. Wat moet hij doen? Bij me neer door de tuin heen, hè? Dat doet hij toch niet expres? Dat doet hij toch niet expres? Goed, wij hebben dat in 2004 ingericht zoals het nu ingericht is. Mm-hmm. Met het idee dat dat de beste oplossing van dat moment was. We hebben het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan onlangs geëvalueerd. Mm-hmm. En 2 weken geleden hebben we het besluit genomen om de woonerven definitief te gaan verbieden voor vrachtverkeer. Behalve bestemmingsverkeer, want dat zul je altijd moeten toelaten. Maar nou komt er straks een bord te staan. Verboden voor vrachtwagens. En dan komen ze uit Polen, Italië, noem eens op. Ja. En die mensen die hun navigator zegt, rechtsaf. Wat denkt u? Gaat u een agenda zetten? Ja, maar ik denk dat ze in Polen dezelfde bordjes hebben als in Nederland. Ja, maar wat ik bedoel is, dan ben je bijna thuis of je bent bijna ter plekke even een paar honderd meter een wie. En als er staat toch een agent. En die garantie kan ik u nooit geven. Nee. Probleem blijft dan. Ik heb in het begin ook gezegd, ik vind het ontzettend vervelend voor de familie Kinkert. Ja. Aan de andere kant, er zit ook een verschil tussen beleving en werkelijkheid. En ik merk het gewoon dat mensen vaak de situatie anders beleven dan dat de cijfers in werkelijkheid uitwijzen. Ja, ja. Daar ben ik wel met u eens. De gevolgen na 2 jaar... Maar dat hek is binnen 2 jaar 6 keer om. Dat zit niet tussen hun oren. Nee. Ja. Het probleem is duidelijk en de wethouder onderkent het probleem ook. De vraag is even of de huidige situatie dusdanig is dat de gemeente daarom moet betalen voor het hek. Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Ja. En die moet ik gaan beantwoorden en dat doe ik niet op dit ogenblik. Ik zie u binnen hele korte tijd terug in de studio in Hilversum. En dan zal ik u zeggen wat ik er juridisch gezien van vind. Ja, wat zegt u? Het verschil tussen beleving en werkelijkheid, hè, had u het over. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat bedoel ik niet dat het hekje plat ligt, want dat hekje ligt wel degelijk plat. Ja. Dat is natuurlijk een duidelijke zaak. Maar mensen beleven het vaak anders dan het in werkelijkheid is. U noemde net aantallen vrachtwagens. Nou, dat kun je pas op, exact weten op het moment dat het gaat meten. Dan kun je ook zien of het af of toeneemt. Ja. En in de beleving is het vaak een andere. Wat ik nog wel zou willen weten, wat zou u het liefste willen? Dat de situatie wordt teruggedraaid? Nee.
vrachtwagens uit de wijk. De vrachtwagens uit de wijk. En ja. Hoe zou de gemeente dat voor elkaar kunnen krijgen, denkt u? Verbodsborden. Verbodsborden. Wij kunnen nu ook uw wenken bedienen. De gemeenteraad heeft onlangs het besluit genomen. Het wordt afgesloten voor vrachtverkeer. Nou, daar geldt een bezwaarperiode voor van 6 weken. En op dat moment kunnen we de borden gaan plaatsen als er geen bezwaren zijn. Ja. En die zijn er op dit moment niet. Dus wij verwachten dat we die borden kunnen plaatsen. Een bord verboden voor vrachtwagens. Ja. Maar ja, als er geen agent staat. Ja, en dat is dan de volgende fase die je dan ingaat. Ja. Van, nou zijn er toch overtredingen. En wat kunnen we dan? Nou, dan kun je door middel van, zoals we dat noemen, handhaving, kun je proberen de mensen op te sporen die dus tegen de regels ingaan. Maar nogmaals, ik kan u niet garanderen dat er dan niet een vrachtwagen is die alsnog door die straat gaat rijden. Ja, het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Maar goed, nu komt de uitspraak over de kwestie of de gemeente aansprakelijk is. Eerst nog iets anders. Brengt u zich ook in allerlei bochten, maar wil de gemeente niet luisteren, dan kunt u ook bellen. Het 0900-1301. Moet mevrouw Kinket op een krukje langs de weg blijven zitten om de vrachtwagenchauffeurs aansprakelijk te stellen? Of draait de gemeente op voor de kosten? Hier is meester Visser met de uitspraak. Uitspraak in de zaak van de familie Kinket tegen de gemeente Hattem, wethouder Teube. Ja, de Hoge Kamp is ingericht en bestemd als zogenaamde erftoegangsweg. En daarbij hoort, zoals onze deskundigen ook wisten melden, een versmalde rijbaan en een maximum snelheid van 30 km per uur. Dus zo bezien is er verkeerstechnisch helemaal niks mis met deze weg en voldoet die aan de daaraan te stellen verkeerskundige eisen. Echter, daarbij is geen rekening gehouden met het doorgaand vrachtverkeer ter plaatse dat door de gemeente in elk geval tot nu toe wordt toegestaan. En dat doorgaand vrachtverkeer past absoluut niet bij de nieuwe inrichting, zoals we inmiddels weten. Het was in elk geval te verwachten dat met name het zware vrachtverkeer problemen zou gaan ondervinden bij het nemen van de bocht. Daarom voldoet de weg ter plaatse, naar mijn oordeel, niet meer aan de veiligheidseisen zoals bedoeld in artikel 174 van het 6e boek van het burgerlijk wetboek. En dan is de rest tamelijk eenvoudig, want de gemeente als wegbeheerder is in zo'n geval aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Ik zal de gemeente daarom verplichten om deze schade te vergoeden. €1180,96, even uit mijn hoofd. Ik hoop dat als de borden verboden inrijden voor vrachtauto's er staan, dat het probleem uit de wereld is. In elk geval heeft de gemeente dan wel voldaan aan de aan haar te stellen eisen. In elk geval, nu is het zo dat u de schade vergoed krijgt, familie Kinket. Dit is mijn uitspraak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Nou, blij? Ja, inderdaad. Ik vind dus dat hier recht is gedaan. Ja. Dat verbodsbord komt er in ieder geval. Ja. Ja. U had het niet verwacht, hè? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Laat ik dit zeggen. Ik laat de familie Kinket van harte feliciteren. Ja. Maar ik vind dit zijn overwinningen die wij denk ik niet moeten vieren. En ook nederlagen die we niet moeten lijden. Ja, maar u gaat nu zorgen dat het niet meer gebeurt. Wij gaan ons best doen om in ieder geval de straat zo te maken dat het niet zou moeten gebeuren. Goed, oké. Okay. Nou, in ieder geval hartelijk dank voor uw komst. En u ook. En gefeliciteerd en voor uw sportiviteit. U bedankt voor het kijken. Tot ziens. Deze zomer ruk ik weer uit als vakantierechter om al uw vakantieleed te behandelen. Bel 0900 1301 of mail naar vakantierechter@idtv.nl. Let op, verzamel wel zoveel mogelijk bewijs, liefst op video.